What's up gasten, Skillmove VVZ hier met vandaag een nieuwe volgende superster. Zoals aangekondigd, we hebben er 6 de komende weken. En dit is Gianluigi Donnarumma, oftewel 2.0 van Buffon. We kijken naar zijn kaartje en uiteraard lichten we hem helemaal door. Want dit is wel echt een bijzondere keeper hoor. We kijken even naar zijn origineel, want die zat niet in FIFA. Dus ik heb hem zelf moeten knutselen en dat komt een beetje in de statistieken van SoFIFA terecht dan. En die geven hem een 73 rated kaartje voor AC Milan uiteraard, want daar staat hij onder de lat. Hij krijgt van hun 78 duiken, hij krijgt 66 handling, 74 kicking, 80 reflexes, 47 snelheid en 70 positioning. En dit is natuurlijk een geweldig kaartje voor AC Milan statistieken. Helemaal na een beetje een slecht seizoen wat AC Milan heeft gedraaid. En Donnarumma kreeg het persoonlijk voor elkaar om iemand als Diego Lopez en ook iemand als Abiati, die natuurlijk nog bij de club zit en gerespecteerd wordt, uit de palen te verdrijven en zelf daartussen te gaan staan. En dat is natuurlijk best wel knap. Helemaal omdat hij dat al als 16-jarig voor elkaar kreeg. Let op, hij is dit jaar pas 17 geworden. Hè? Zo'n groot talent is hij. Kijk maar naar zijn spelersprofiel, dat zegt het allemaal. 8 miljoen waard. Dat is natuurlijk een best prijskaartje voor een 17-jarige doelman. Helemaal omdat doelmannen nooit zo gigantisch veel waard zijn. Tenzij het De Gea heet bijvoorbeeld. Kijk even naar zijn statistieken, zien we dat hij 31 games voor AC Milan heeft gekiept. En dat is bijna allemaal dit seizoen geweest. Internationaal heeft hij ook al 16 games voor Italië achter zijn naam. En dat is allemaal in de jeugd. Want uiteraard heeft Italië nog Gianluigi Buffon, die als echte eerste doelman staat. Donnarumma wordt gezien als zijn grootste opvolger. Hij is 17 jaar zoals gezegd, geboren op 25 februari 1999. 1,96 meter lang en hij heeft een rechterbeen wat zijn favoriete been is. Voor de rest, ja, standaard in FIFA 1 sterren zwakke been en 1 sterren skill moves. Wat ik verwacht van Donnarumma in de toekomst is dat hij een 83 duik op zijn kaartje krijgt. 78 handling, 78 kicking, 85 reflexes, 47 snelheid en 76 positioning. Dat brengt bij elkaar 81 rated. Dan zit hij ongeveer in de statistieken als een Marchetti zit. En dit zal een van die spelers zijn dat als je over 5 jaar FIFA opstart en je bent een paar pakketjes aan het openen, je krijgt Donnarumma misschien wel 8 keer in 100 pakketjes of zo. Dat is zo'n speler die best wel veel voorkomt. En dat denk ik dan van hem. Hij is momenteel dus nog niet in de game. Maar ik verwacht hem in FIFA 17 wel zeker als eerste doelman van AC Milan. Met een mogelijk non-rare gold kaartje. Dit is in ieder geval wat ik van Donnarumma verwacht. Nogmaals, 81 rated dus. En zijn waarde van momenteel 8 miljoen zal hij zeker bij AC Milan een extra contract moeten tekenen om concurrentie weg te laten gaan. Stel je voor dat hij Buffon op een gegeven moment op zal volgen bij Juventus of zo. Ik noem maar even wat. Goed, dit is wat ik van hem verwacht. En ik zie je graag volgende keer terug bij een volgende superster. Mijn naam is Skillmove VVZ. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Later!